Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, het is 11 uur en ik zit in de auto. Ik ga nu naar een brunch toe van Ala, superleuk merkje. Dus ik neem jullie gezellig mee. Ik ben weer thuis na de brunch. Het was een brunch met Ala, het was heel gezellig. Het zag er super mooi uit. Dit heb ik aan vandaag. Dit metallic jasje van de Zara. Dit shirt van Misguided. En deze broek van de Zara. En mijn Balenciaga schoenen. En ik zal alle items zoals altijd hieronder linken. En nu gaan we even wat foto's nemen. En ik moet echt nog even wat e-mails doen. En om 4:30 gaan we varen een rondje doen door het Light Festival. Met Sander en Bibi en vrienden van Sander. Dus dat is super leuk. En mijn moeder is vandaag aan het oppassen. Alleen Olivia is best wel veel aan het huilen vandaag. Vannacht ook. Ze was vannacht wakker om 4:30 tot 5:30. En toen heeft ze gehuild. Ze maakt pijn aan haar darmpjes. Echt heel zielig. Dus ik had haar getroost. En ik ben vergeten iets op mijn wenkbrauwen te doen vandaag, zie ik nu. Ik denk alleen niet meer dat ik het ga doen. Maar goed. Oh ja, en ik heb nog wat pakketjes. Die ga ik nu even laten zien. En ik moet de adventkalenders doen, maar dat doe ik denk ik vanavond wel. Het zit in deze tasjes en mijn naam staat erop, Noor. Ze hebben allemaal van die leuke dingen. Ik heb ook deze armen met die tijgers gehad. Of tijgers, leeuwen, I don't know. En dit tasje, het ziet er ook leuk uit. Dit jasje, dit zijn wel bekende jasjes van Ala. Daar heb ik ook een rode van, een hele mooie. Dus die is heel cool. En het volgende is een soort van handdoek. Ook super cute. Met dat printje. Dit is het volgende pakketje. Dat ziet er ook allemaal heel leuk uit. Allemaal goodies. Ik weet niet wat het allemaal is. Maar dat ga ik straks allemaal bekijken. Oeh, hier zit iets van sieraden in. Echt leuk trouwens hoe het eruit ziet. Oh wauw, dit is een flessenopener. Die is zo cool. Hoe vet. I like it. Daar gaat Sander ook blij mee zijn. Dat zijn we altijd kwijt. En dit is een linnen doekje. Dit is ook iets van een sieraad. Jezus, wat een leuke goodiebag is dit zeg. Deze zandloper. Ook zo leuk. Dit is iets van het merk. Dit zijn allemaal zakjes met sieraden denk ik. Leuke kaarten. Oh, dit is allemaal zo leuk. Kijk deze kaart. I love it. En ik hoop echt heel erg dat dit een notebook is. Want Ala heeft echt de leukste notebookjes. It's a notebook. En die wil ik al heel lang hebben. Dus het is leuk. Die gaat mee naar kantoor. En dit is een boek met de producten. Super leuk. En nog wat pakketjes. Dit Glam Glow masker kwam net binnen. Heb ik nog nooit geprobeerd. Maar ga ik misschien wel even doen. Want mijn huid ziet er echt heel slecht uit. Lampjes van ASOS. En een heel pakket van... Dit is van Xenos trouwens. En een heel pakket van ASOS. Maar die ga ik in een andere video laten zien. Dus... That's it. Ik ben weer terug in the office. Mijn muts zit nu wel heel erg stom. Maar ik vind hem wel echt te leuk. De link komt hieronder. Als die er nog is. Want ik koop deze spullen dus elke keer bij de ASOS. Dit is niet gesponsord of zo. Want ik koop het gewoon bij ASOS. Maar elke keer is alles gewoon weer op. En ik heb dus nu 2 hele vette mutsen gekocht. Maar ik hoop dat ze er nog zijn. Maar als ze er zijn, dan staan ze hieronder. En er is een nieuw pakketje. What is it? It is from Capelle aan de IJssel. Capelle aan de IJssel is altijd of Dior make-up of Benefit. Dat is Dior, jongens. Ik heb een oogschaduwpaletje gekregen met allemaal blauwe tinten. Dit is een lip shadow met powdery finish. Dan ga ik zo even kijken welke kleur het is. En een lip sugar scrub. Oh, dat vind ik wel heel chill met dit weer. Dior is wel echt een van mijn favorietjes. Oké, Bibi heeft mij wederom opgehaald op kantoor. Maar nu denken jullie, waarom komt Bibi elke dag helemaal naar kantoor? Ja. Dat komt ook omdat Bibi haar school... Als Bibi uit school komt, loopt ze eerst langs mijn kantoor voordat we thuis zijn. Voordat zij thuis is. Dus die kan mij halen. En nu gaan we falen. Oh, dus ik had eigenlijk een andere warme trui moeten pakken. Met vrienden, dus dat is denk ik wel gezellig. Met alle lichtjes gaan we kijken. Heel veel zin in. En ga Sander eventjes ophalen thuis. Want die was gewoon thuis aan het werk. Fietsen naar boven. Snoep. En die fietsen die worden dan, als ze nog mooi zijn, worden ze weer opgeknapt en doorverkocht. Zijn ze niet mooi, dan gaat het bij de huidige media in beelden te... We kunnen even de ramen open doen, maar dan moet je naar. Wij zijn weer van de boot af en het was echt zo ontzettend leuk. Zo ontzettend leuk. Ja. Ze hadden een
een soort van nep oogaard en allemaal kerstnummers en kerstsnoep. En ik heb volgens mij echt 100 kilo snoep op. Ik zit ook zo vol met bitterballen en snoep en alles. Kaas, chipjes, hapjes, datjes. Maar het was echt heel leuk. Natjes, droogjes. Ik denk dat ik binnenkort echt mijn jongens, kleding weet, niet meer pas. Weet je wat ik echt verschrikkelijk vind? Nou, vertel. Dat er een klein meisje helemaal alleen in slaap is moeten vallen zonder haar familie. Ja, baby Olivia slaapt dus al bij mijn moeder en ze was zo moe. Mijn moeder appte me net dat ze al naar bed is. Dus we gaan haar allemaal zachtjes een kusje geven in haar slaap. En mijn broer en zijn vriendin slapen de hele week ook bij ons. Maar ik denk dat die nog niet thuis zijn. Dat is heel gezellig. Dus het is elke avond echt super druk in huis. En daardoor was ik gisteravond vergeten te vloggen. Maar so far so good met Vlogmas, hè? Ja. Vlogmas day 4, I think. Yes. Yeah. Ik denk het wel. Of 5. Of 6. I don't know. Ik weet het niet. In ieder geval, we gaan goed. Wat is er? Blauw. Oké, jongens. Nou, wij gaan naar huis lopen nu. En we zijn nu bij de Magere Brug vlakbij. Oh my god, woman. We zijn nu bij de Magere Brug. We zijn bij het Waterloopplein. Nee, we zijn bij het Waterloopplein. Daar is het Waterloopplein. Ik kijk uit op het Waterloopplein. Oh gee, dat is echt een kilometer weg. Dat is geen kilometer weg. Maar dit is het niet. Oké, we zijn bij de Hortus Botanicus. Ja, maar dat is toch niet... Oh, MGG. Oké. Doe normaal. Als jullie iets cools willen zien... Als jullie iets cools willen zien, moeten jullie naar onze klas Kunstwerk van het Leidfestival. Oké, ja. Waar staat die, Bibi? Bij de Hortus. Hier. Oké, we gaan hem nu bekijken. Kijk hoe leuk de plantage eruit ziet. Wij zijn weer thuis en we liggen in bed en we zijn allemaal zo moe. Bibi is beneden aan het douchen en Sander en ik liggen dus in bed en we zijn super moe. Hessan? Hessan, kijk dan. Die wallen. Ik zie er ook echt zo slecht uit. Ik moet echt wat aan mezelf doen. Maar ik ga wel mijn make-up er nog afhalen en dan misschien nog iets op mijn gezicht smeren. Maar dat heb ik eigenlijk bijna de hele week niet gedaan. Ik moet echt een gezichtsfacial of iets gaan doen. Want ik word echt verzot of onder de zonnebank. Sander is een hoesje aan het zoeken voor zijn iPhone 7 Plus. Hij heeft hem net bijna laten vallen en er zit een klein barstje in. Er zit geen barstje in. Ja, nou aan de onderkant zit zo'n ding. Dus dat moet wel. Heb je al iets gevonden? Ik heb er echt... Daar, ik de heb eerste er, beste. Ja, maar die Fritterhoesje, rosé bling bling. Ja. Dat staat er. Dat is dan niks voor jou. Nee, dat is de eerste die ik zag. En de tweede was... Met bloemen. Zachte backcase, bloemen transparant. Ja, en deze is een soort van alsof ik een of andere CIA-agent ben. Ja, dat vind ik ook belachelijk. Dit is het transparante. Dat is wel chill. Maybe. Eigenlijk vond ik deze echt gaaf. Dat is echt een soort van... Ja, dat is een oude herenhoesje. Toch? Of dat is echt een understatement. Ja, maar ik hou er eigenlijk voor, zeg maar, van. Na de bingo. Dat je, zeg maar, je bingo kaartjes... En dat ik mijn bril op doe voordat ik mijn telefoon ga gebruiken. Openklap. Ja. Driedeel openklap. Ja, maar kijk dan wat hij allemaal kan. €70 kost deze ook echt. Dat kan echt niet. Mijn vriend wil dit kopen als iPhone hoesje. Dit is echt geen gezicht. Dat is niet waar. Maar het is ook een portemonnee. Is niet. Kijk. Oh, kijk dan. Wat is er? Oh. Wat je ermee kan. Dat is toch fabulous? Nee. Anyways, we moeten Bibi's party gaan plannen. Want Bibi, die wordt bijna 12. Mochten jullie je dat afvragen. Ze is haar party wel gepland, maar de cadeaus moeten we even nadenken wat we haar gaan geven. Maar nu gaan we de vlog afsluiten en slapen. Deze is ook in het zwart. En groen. Gadverdamme. Het is geen groen, het is zwart. Nou, anyways, we gaan slapen. Oh, nee, is groen. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie vlog best leuk vinden tot nu toe. Waarom hadden we hem niet op? Ik vond hem net gezellig worden. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan zie ik jullie morgen. Zeg maar doei, Sam. Zeg maar doei, Sam.